onderzoekt de evolutie van seksuele reproductie. En dat is een belangrijke vraag in de biologie, omdat je kunt voorstellen dat aseksuele reproductie in principe veel handiger is dan seksuele reproductie. Bij een aseksueel vrouwtje, die legt 4 eieren, en dat zijn dan allemaal vrouwtjes, en die leggen allemaal in de volgende generatie ook weer 4 eieren. En daardoor heb je dus 16 nakomelingen in de tweede generatie. Als een seksueel vrouwtje 4 eieren legt, dan zijn 2 daarvan zijn mannetjes en 2 zijn vrouwtjes. En alleen die 2 vrouwtjes, die leggen zelf ook weer 4 eieren. Dus dan heb je in de volgende generatie heb je 8 nakomelingen in plaats van 16. Waarvan er maar 4 zijn die zelf ook weer eieren leggen. De evolutie van seks is in wezen een paradox. Het is een van de grote vragen in de biologie. Je kunt je voorstellen dat aseksuele reproductie heel efficiënt is, omdat alle individuen zelf ook weer nakomelingen produceren. En toch zie je dat de meeste planten en diersoorten zich seksueel voortplanten. Die paradox is waar ik in geïnteresseerd ben. Ik gebruik daarvoor de sluipwesp Leptoplina clavipes. En deze soort is handig daarvoor omdat die voorkomt in populaties die aseksueel zijn, hier in Noord-Europa. Maar in Spanje komen er populaties voor die seksueel zijn.